President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmiddag de algemene 76e VN-vergadering toegesproken. Het staatshoofd heeft opgeroepen om voldoende aandacht te besteden aan de nasleep van de coronapandemie. De president gaf verder aan dat met de onvoorspelbare ommekeer van de globale politieke en economische situaties er meer dan nooit concrete acties vereist zijn. Indeed, Mr. President, we all should work together to deliver for the people, planet, prosperity, peace and partnership. All of these interconnected challenges can be considered a puzzle whereby the pieces can be found in various countries. I urge all of us to work together to solve this puzzle and secure the future of our planet. With this, we will demonstrate leadership, humanity and political responsibility and commitment. Now, distinguished colleagues, is the time for solidarity, unity and global leadership. Volgens president Santokhi zal een post-COVID-strategie ontwikkeld moeten worden met de focus op het verbeteren van de vaccinatieniveaus in de wereld. Rebuilding the economy and establishing a COVID-19 recovery fund with support of the international financial institutions and the private sector. We cannot go back to what we were used to, but rather focus on how we organize ourselves for the new normal with COVID-19 as part of our lives, removing barriers for ease of doing business and investment. Mr. President, beyond the severe impact of COVID-19, we have been challenged with financial and economic deficiencies, including high debt burden. In this regard, access to concessional financing is of critical importance and rebooting our economy. Het staatshoofd sloot af door de wereldleiders op te roepen voor een betere wereld te zorgen. Het moet voor de komende generaties gewaarborgd en behouden blijven.